Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we wolkenvelden, ook opklaringen. En uit die bewolking valt regen op sommige plaatsen. Kan er stevig aan toegaan, forse regenval, terwijl het iets verderop dan gewoon droog is. Af en toe onweert het ook, maar dat stelt vanochtend nog weinig voor. De temperatuur loopt aardig op. Aan het einde van de ochtend zal het al zo'n 23 graden zijn. En vanmiddag wordt het dan plaatselijk 28 graden. Maar dan moet de zon wel goed doorbreken, anders is het 25 graden. Verder vanmiddag meer zware buien met onweer, hagel en lokaal veel neerslag. Vanavond verwacht ik dat de buigheid weer wat afneemt, maar vooral in de oostelijke helft van het land blijft een enkele bui nog mogelijk. En dat geldt ook voor morgen overdag. Ook dan zitten we nog in de warme en vochtige lucht. In het westen en noordwesten opnieuw droog weer met van tijd tot tijd zon, maar elders in het land kans op een paar stevige buien: 23 tot 27 graden. Zondag lijkt de vochtige lucht iets verder naar Duitsland te trekken, dan neemt de kans op buien af. Dan komt er meer ruimte voor de zon. Echte zomerdag weer 25 tot 28 graden. En ook na het weekend houden we een warm zomerweer. De temperatuur gaat wel iets naar beneden, maar blijft de 25 graden halen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.